De staat heeft sinds de verhoging van de invoerrechten van kip en kipdelen in totaal 22,3 miljoen SRD verdiend. De verhoging werd doorgevoerd op 1 september 2017 en wel van 20% naar 40%. Minister Gilmore Hoeft, Raad van Financiën, maakte vandaag in de Nationale Assemblée bekend hoeveel er tot nu toe verdiend is. De informatie die de minister beschikbaar stelde is over de periode september 2017 tot en met februari 2018. Ook naar u gaat doen toekomen, maar het komt op het volgende neer. Van september 2017 tot en met februari 2018, ten aanzien van niet in stukken gesneden bevroren, ongeveer 1,2 miljoen SRD delen. 2700-1300 delen en slachtafvallen vers of gekoeld, ongeveer 772 SRD en 57 cent. Ruggen en nekken bevroren, 5665. Vleugel bevroren, 448.829. Lever bevroren, 437.975. Andere delen en slachtafvallen bevroren, ongeveer 20 miljoen. In totaal praten wij over 22,3 miljoen SRD. De minister ontkent dat sinds de verhoging is doorgevoerd, derden een vergunning hebben gehad om tegen een nultarief te importeren. Deze vraag was door VHP-parlementariër Mahinder Yogi gesteld. Het lid Yogi stelt als volgt aan de orde. Is het juist dat er vergunningen gegeven zou zijn om tegen nultarief kip te importeren nadat de beschikking van de minister om de heffing te verhogen geslagen is? Mevrouw de voorzitter, op deze vraag wordt ontkennend geantwoord. Er zijn geen vergunningen, KASICO beschikkingen uitgegeven om tegen nultarief kip te importeren. Ook ingevolge de beschikking basisgoederen van 11 februari 2018 is dat niet het geval, omdat kip zowel lokaal als import voorkomt in de bijlage, waar de vrijstelling van invoerrechten wordt verleend aan goederen die voorkomen in de bijbehorende bijlage. Dat was minister Gilmore Hoeft, Raad van Financiën, vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, behorende bij de wet Tarief van Invoerrechten 1996.